plek waar ik 3 maanden heb gewoond. Mijn drink al behalen. En waar ik morgen weer terug ga verhuizen naar mijn eigen plek in de stad. En naar je vrouw. Een plek die we een hele korte tijd uit de grond hebben gestampt. Waar veel mensen ons voor gek verklaarden. Dat het niet ging lukken en helemaal niet in Leiden. Want Leiden doet het niet zo, doet zoiets niet. Nou, toen heb ik het gisteren heel ambitieus op de microfoon geroepen bij de afsluiter. Dat we inmiddels in Leiden geen stadje meer zijn, maar misschien wel de grootste stad van Nederland. Maar zo voelt het ook gewoon voor ons allemaal. Ik weet nog wel de eerste dag, toen we begonnen met de opbouw hier. Toen deden we weer de poort dicht en toen denk ik achter me, jezus man, ik zat Leiden Centraal. Hier kwam ik eigenlijk nooit, alleen om de bus te pakken of ergens anders heen te gaan. En nu doen we hier gewoon niet. En dat is denk ik ook waar de gemeente heen wil, dat we straks allemaal het gevoel hebben hier op deze plek, dat Leiden hier al begint. En ik denk dat we trots mogen zijn. Gezien ook gisteren alle mensen die hier waren. Heel veel mensen moeten teleurstellen, wat ook wel weer een compliment is, maar dat in ons hart heel erg zeer doet. Hoeveel waren er? 2000 mensen. En 500 voor de poort. Ja, en heel veel mensen voor de poort. Maar al met al ben ik blij dat de zon schijnt en dat we hem zo afsluiten. En dat we rustig straks naar huis gaan met z'n allen. En dan deze plek heel snel ombouwen en dan weer genieten van die oktober. Kijk je uit! Jij mag het niet doen. Wij gaan hem opvouwen en dan overhandigen we hem aan jou. Krijg je de plek weer terug? Trekken? Nou, denk ik niet. Ja, oh. Hij was ook heel oud. Ja, lekker. Oh nee, mag niet op de grond. Kom maar. Ja. Nou, hij is voor jou. Met heel veel plezier en gebruik. En dan zal ik graag nog een keer goed vertellen. Oké. Je zei het al, hè? Het is bijna 3 oktober. Ik weet niet of de mensen al zin hebben in de hutspot, maar dat betekent wel echt dat de zomer voorbij is. Dat is een goed moment om de buurt af te sluiten. Maar het was wel een hele fijne zomer in Leiden. Sowieso heel veel te doen, maar misschien was dit wel de allerleukste zomer in jaren in Leiden. Dat is volgens mij dankzij de buurt. Heel veel positieve reacties gehad van mensen in de stad, maar van ver daaruit. Hele leuke dingen hier georganiseerd bij gisteren, de feest, de Roze buurt. Ik had allemaal. Maar vooral heel veel mensen in de stad die mij aanspraken. Bijvoorbeeld dat we nou deze plek hebben gewoon om op woensdagmiddag te hangen, te zijn en iets wat we niet hebben in de stad. En tuurlijk, straks komt hier een fantastische bouwplan. Maar we hebben met z'n allen denk ik heel erg genoten van dit initiatief. En er zijn heel veel partijen natuurlijk bij betrokken die het mogelijk moesten maken. Maar het zijn vooral jullie geweest die met jullie harde werk en dat hier gedaan hebben. Dus de namens. De stad zou kunnen zijn. Super bedankt en op naar een volgende. Dankjewel.